C47-voorzitter Robbie Berenstein heeft vandaag tijdens een persconferentie van de Raad van Vakcentrales in Suriname, RAVAXUR, gesteld dat de aangekondigde verhoging van benzine en het pakket aan sociale maatregelen van de regering niet door moet gaan. De vakbondsleider zegt dat de samenleving de huidige financieel-economische situatie niet aankan en verwacht dat de regering een open oor heeft gezien het hek al van de dam is. We hebben in het begin van het herstelprogramma, het aandringen van de regering, de gesprekken die zijn geweest met betrekking tot het herstelprogramma, heeft men van verschillende maatschappelijke groeperingen inbreng gevraagd. Wij hebben structureel gewerkt met deskundigen aan onze inbreng. We hebben deskundigen geraadpleegd. Een van die heren is meneer Reinhold Simons, onze andere eigen mensen. Deskundigen geraadpleegd. We hebben zelfs voor de regering presentaties gehouden over hoe moet die koers worden beheerd, al dat soort dingen. Berenstein zegt dat als er maatregelen getroffen worden door de regering, de bredere schouders de lasten moeten dragen, zoals eerder is aangekondigd. Armand Sunder, voorzitter van de progressieve werknemersorganisatie PWO, stelt dat het hervormingsbeleid van het huidige regime niet goed werkt. Wij van de vakbeweging, wij zien die impactanalyse van de regering niet. Het is alsof men voortdurend door wil gaan met het zogenaamd hervormen van de economie, terwijl men eigenlijk niets hervormt. Want het is een probleem voor Asernang economie. Als je bijvoorbeeld kijkt, Robbie heeft net gesproken over goud, dan zie je de cijfers van 2020 en 2021, want die zijn gepubliceerd, die van 2022 nog niet. Dan zie je dus dat onze export, dat 79%, bijna 80% export, gaat naar goud. Dus twee grote bedrijven en een heleboel, laten we zeggen, deel van de informele sector. Dus dat is ammonide, dat is in de vieze de voor Oekondre. Sunder merkt verder op dat er juist niet in de goudsector wordt gezocht naar inkomsten. Het geld wordt volgens de vakbondsman voornamelijk bij de arbeider gehaald, wat averechts werkt. Er moet juist naar de reële kant van de economie worden gekeken, besluit de vakbondsleider.